Welkom terug bij The Legend of Zelda. Links, Awakening. Awakening. Jordi, hoe ver ben je met Turtle Rock? Ik ben bezig met de boksen. Jordi, hoe ver ben je Turtle Rock? Want ik heb geen idee wat je bedoelt. Ben je over de helft? Ik ben over de helft, als ik puur moet kijken naar de map. Oké. Okay. Thuis, je hebt kans dat Doctor Strange nog wel draait hoor, als wij er zijn. Maar dan zal het wel een afrondende fase zijn. Dat ligt eraan, we zijn natuurlijk naar Maastricht in de buurt. Ja. Ja, prima. Trouwens. Tenminste, voor mij is dat prima. Ja, oké, hebben we dit ook weer klaar? Zo. Ik moet een tandtoegroot blauwe vogel meenemen. Wolle. Stenen in je mel, back. Lekker voor je. De Magic Rod. Oh, nice. Zo van, je hebt het toch niet nodig, maar... Voor mij heb je voor de bos nodig. Ja, maar ik bedoel verder. Nee, voor de rest... tenzij je geen zwaard zou hebben, dan... heb je inderdaad niet zo heel van de Magic Rock. Padapadapam. Zo. Blijf het humor vinden dat we toen naar Tenet gingen en... Jullie, of tenminste, vooral mannen zat van, hè? Huh? En ik zo van, oh ja. Ja, logisch. Ja, volgens mij was het voor mij de tweede keer dat ik hem keek. Ja, jij had hem al eerder gekeken. Ja, dat heeft wel geholpen bij mij, hoor. Mm-hmm. Omdat je dan gewoon stukjes... dan begrijp je de film zoveel beter. Ja, maar wat wil je ook? Die film... Nou, het is een Christopher Nolan film, hè? Ja, is 3D schaak aan doen, dus... Als je het begin van de film kijkt, weet je precies wat... Als je hem één keer hebt gekeken, dan weet je, oh, oké. En de tweede keer kan je het ook meer in context plaatsen. Ja, dat sowieso. Maar ja, hij is trouwens met een nieuwe film bezig. Oppenheimer. Gaat over de uitvinder van de atoombom. Oh. Dus ik krijg waarschijnlijk ook met de Manhattan Project... Oké. Okay. Dus dat is sowieso wel dik. Mooi, de ballen. Nou, dat klaar. En wat ik heel bijzonder vind is dat we onder meer Robert Downey Jr. een rol gaat spelen. Mm. Dat vind ik gewoon een rare combi. Ja, die twee bij elkaar. Ik vind dat zo'n rare combi. Godverdomme, kijk weer heel dat kleren en teruglopen. Of kan ik jou nu oppakken en gewoon... Kom op. Godverdomme. En Morbius, die vanaf deze week draait, daar ben ik ook fucking benieuwd naar. Ah, shit. Mm-hmm. Weet jij wat er met die vent aan de hand is? Want er schijnt niet bij mensen in de buurt te willen komen of zo. Wie? Met diegene die Morbius speelt. Hoe heet die? Ik ben even zijn naam kwijt. Jared Leto. Ja, er is wat met die vent. Ja, mensen zijn geen fan van hem, want hij is een methodeacteur. Wat bedoel je, methodeacteur? Hij is een beetje... Hij durft niet in de buurt van mensen te komen, dat vind ik een beetje vaag. Laat ik zo zeggen, hij is een beetje overdreven met sommige dingen. Ja, nee, dat viel me al op. Ik zag beelden van de première in Londen. Ik nam die foto's met YouTubers, maar de YouTubers mochten op een afstand van hem staan. Ja. Dus je denkt van, godverdomme, wie ben jij? Ja, dan zijn de Sidemen iets anders, hè? Ja, mooi. Leuk video trouwens. Weet niet of je hem al gezien had. Ja, ik had hem gezien. En daarna zag ik ook wat andere video's waarvan ik dacht van... Ja, ik denk niet dat de Sidemen dan nog lang op deze manier doorgaan. Hoezo? Ja, omdat Ethan... vader wordt! Oh, ja. Nee, dat gaat nog wel lopen door, hoor. Oké, waar de fuck kan ik deze sleutel nu halen? Ik heb die kip. Er is een bepaalde god waar je in kan en daar had je specifiek die kip voor nodig. Een bepaalde god waar je naartoe moest, waar je die kip voor nodig had? Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat als je gewoon Talta Mountain ingaat en je ziet dat je een bepaald stuk langs moet, dat je hem dan iets makkelijk kan vinden. Maar zoals je al merkt, is mij ook even een tijdje geleden dat... Ja, nee, prima.
Ik loop nu alweer naar de top van de fucking toren toe. Ja, ik heb verpest. Oh, ik ben precies in dat stuk waarschijnlijk wat jij nu bedoelt. Ja, oké. Okay. Dacht ik, denk ik. Heb ik het gevoel van. Ja. Goed sturen is echt een kunst. Oh, you don't say. Nee, Turtle Rock heeft die moving platform, die platform achter zich maakt. Ja, ja. Dus daar ben ik even mee aan het handelen iedere keer. Ik zou denken dat Gym 8 van Gen 3 daarmee zou helpen, maar... Zit je eerlijk gezegd meer in de weg dan dat je het daadwerkelijk helpt. Oh. En dan hadden wij volgens mij... Nou, ik heb alle keys op zich gehad, dus dit kan denk ik maar één ding zijn. De Boski. De Boski. Ja, de Boski. Lekker. Nou, ik ben heel blij met Mambo's Mambo. Iedere keer weer terug naar het begin van het dungeon gaan. Ja, dat is wel lekker, hè? Echt. Oké. Zo. Ja. Dat is nog maar één route die we nog moeten, dat is dit stuk. Toch vind ik Turtle Rock van Between Worlds iets leuker. Is het ook. Deze voelt aardig. De verpest is leuker. Ja, dit voelt aardig uitgerekt, eerlijk gezegd. Het is geen slechte game dit hoor. Nee, klopt. Maar het heeft een paar dungeons waar ik gewoon... niet echt een fan van ben. Oh ja, maar dat kan ik onderstrepen. Er zijn dungeons bij die echt op de janken zijn in deze game. Ja, ik heb wel iets verkeerd gedaan. Oké, dan gaan we deze kant weer op. Zo van, ik kan nog steeds de sleutel niet vinden. Ik ben godverdomme al de halve part op zoek naar een sleutel. Heb ik het nou gevonden? Sokken. Ja, ik zie hem wel. Ik zie de sleutel. Hij weet ook wat een heb, want je bent al bijna klaar. Nou, ik ben aan het platformen. En platformen en het ding is niet echt een super iets om te doen in deze. Oh jee, dat ken ik ook niet. Even kijken. Zo. Ik denk dat dit is. Sleutel! Nice. Zei toch dat dat te maken had met de koekoe? Ja, weet ik. Maar ik ben gewoon de hele tijd de verkeerde god ingelopen. Ik weet nog steeds niet welke god ik moest hebben. Ah, bosroom. Nou, ik had bijna naar de andere zeven al toe. Mm-hmm. Oké. Inferno. Makkelijke bos, makkelijk. Nou, nee, die ijs is wel pittig. Inferno is pittig. Steeds niks vergelijken met andere Zelda games, maar... die echt een verschrikking zijn. Qua makkelijkheid. Toch moet ik zeggen dat tot Minderscap een van de lastigste toch heeft, hoor. Qua bosses. Ik dacht van, ik moet hem raken met mijn zwaard, maar ik moet hem alleen maar raken met de Magic Rod. Yep, Magic Rod. Volgens mij heb je geen eens een Magic Meter. Nee, klopt. Opnieuw, Between Worlds is dan iets eerlijker. Nou, eerlijker. Nou ja, laten we heel eerlijk zijn. Het feit dat je in stamina deelt voor alles en niet per se dingen hoeft te bewaren, is wel ideaal. Ja, oké. Okay. Dat ben ik met je eens. Nou, en volgens mij was dit Inferno. Dit was Inferno. Gefeliciteerd met de winnaar van de race. Ik stond stil. En ik schoon me gewoon alleen maar naar voren. Jezus.
Echt. Ja. En ik, weet je wat ergens nog is? Ik heb nog een sleutel over. Ja, dat ken ik ook. Had ik ook een Eagle Tower op. Een sleutel over, vond ik ook denk van. Oké. Okay. How? Dat je denkt, zit van... Maar dat is waarschijnlijk gewoon een rupee chest. Ja. Dan heb je geen kloot dan. Nou, dan is het voor mij nu zoeken naar de... richting. Wat, van wat? Van het ei? Van het ei, ja. Jezus Christus, dat is in 2 minuten gevonden. Ja, ik weet het. Ik moet even naar de beep toe. Oh, wacht. Dan ga ik met je mee. Want dan ben ik... ja, daarom zeg ik ook GG dat je de race gewonnen hebt. Ja. Ben ik gekomen tot aan de voorkant van het, van de toren. Dus waar ik, waar ik deze sessie mee begon vanavond, ben jij nu. Dus dan, ja. Ja, ja dan loop jij zowat een uur en een kwartier achter. Ja, weet ik. Ja, dat... Ook al zou ik echt falen. Maar ik zit nu in mijn, mijn eigen playthrough. Ja, ook al zou ik falen, dan zou ik alsnog... ja, dan moet ik echt falen als ik een uur en een kwartier weg wil gooien. Oh, hier heb ik de rode tenue, zie ik nu. Ja, oké, maar dan kill je enemies ook sneller. Ja, daarom heb ik de boss waarschijnlijk toen zo makkelijk verslagen de eerste keer. Ja, zou kunnen. Even kijken, welke ding in de beep was het? Oh ja, ik heb ook een ander zwaard en een ander schild. Volgens mij. Of tenminste een ander schild in ieder geval. Ik heb het grote schild. Ik heb 1442 roepies. Het is gewoon de eerste Zelda game die ik 100% heb. Echt 100% heb. Dat ik het echt wilde ook. Heb je iets op tegen als ik even een foto maak van het pad? Nee hoor, helemaal niet. Want ik was precies hetzelfde van vond. Welk boek is het? Oh, de onderstaande rechts zeker. Degene die niet groen is. Ja, mooi. Oh fuck. Waarom zou ik er op tegen zijn dat je een foto neemt? Ja, I don't know. Lekker van... boeiend. Probeer maar met je geheugen, Jordi. Probeer maar met je geheugen. Dat is natuurlijk fucked. Het zou me op zich wel nog wel kunnen, maar... Nou, je hoeft mij niet te vragen, want ik ben gewoon de lul. Ja. Wacht even, heb ik al genoeg De ergste met deze dingen vind ik nog steeds Okami. Daar moet je een enemy verslaan die één keer heel kort alles laat zien op een frame. Ja. En dan moet je een stuk of 12 spots op zijn muur onthouden. Ja, dat is fucked. Ja, dat was mij ook gewoon niet te doen. Oké. Okay. Oh, een soort pogo stick ding wat gaat piepen. Dat is volgens mij in de buurt als je in de buurt van het schelp bent. Ben je al bij het ei of nog niet? Ja, ik ben bij het ei. Ben je al naar binnen? Nee, ik ben de muziek even aan het spelen. Ga even vergeel, want dan lopen we tegelijkertijd naar binnen. Ja. Het is raar als ik eerder begin dan jij. Ja, zei zo. Pijlenboog heb ik nodig. En de rocksweater. The fuck is dit? Toverstaf. Deze staf schiet vuurballen en ijsblokken. Ja. Oh, dat is de ding. Dat is het item wat je krijgt uit Totorok. Ja. Nou ja, ik zeg trouwens wel dat ik de game heb 100%, maar ik heb er dan een paar dingen niet gedaan, maar dat vind ik een fucked up. Wat is jouw code? Rechts, boven, 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 links, boven, boven. Oké, dan hebben we echt een andere code. Ja, zet toch. En op zich, deze zou ik nog wel kunnen onthouden in mijn hoofd, maar... Jij hebt een makkie. Ja, het is geen moeilijke als het rechts, links, boven... rechtsonder of een hele rare ding wat zonder combinatie. Je kan het ei binnenlopen. Ja. Oké, top. Oké, rechts. Je moet eerst naar boven lopen, vind ik ook zo raar, hè? 1. Rechts. 2. Boven. 3. Rechts. 4. Links. En dan als we naar boven lopen, dan ben ik daar. Ja, same. En... Oh ja, ik heb reddingsschuurs. Ja, ik ben bij het gat. Oké. 3, 2, 1. Let's go! Ja. Ik heb meteen het verkeerde item. Welke heb je geselecteerd dan?
Ik heb momenteel de Ocarina en de Rocks verder. Ik heb de Rocks verder, de pijl en boog. Ja. Ja, ik zou misschien iets eerder klaar zijn omdat... Ja, jij de tunic hebt. Ik de tunic heb. Oké. Okay. Ik ben even vergeten hoe je hem als eerste moet doen hoor. Het is slime, magic powder. Oh ja, magic powder. Dank u. Oké. Okay. Nee, die kan je niet terughaken. Ja. Ik heb geen fairies niks bij me ook. Ja, heb ik wel bij me. Kom op. Ik ben nu al bijna half dood. Oké, phase 1 is volgens mij klaar. Ja, phase 1 is klaar. Ja, ik ben best met phase 2, maar hij heeft niet zoveel zin om ding te spawnen. Hey, Aghanim! Ja. Aghanim wil geen niet de juiste fireballs naar me toe gooien. Oh, die dingen gooien. Ja, ik ben dat wel, ik weet het alweer. Zo. Oh ja, die kaatsen ook natuurlijk nog die kringen. Ah, godverdomme, net mis. Ken je dat ook? Ja. Oké, dat was de Moldorm. Oh, je bent al een stuk verder dan mij. En het is nu tijd voor Ganon. Ik ga dood. Handig. Kijk. Oké, Aghanim is klaar. Het is toch Aghanim trouwens? Ja, het is Gerard. Gerard ook. Ik ga zijn naam ook niet eens proberen uit te spreken. Oké, okay, Moldorm klaar. Ja, ik heb nog maar 6 hartjes. Ja, ik heb ook niet zo heel veel hartjes meer, maar ik ben bezig met Ganon, maar Ganon is zo klote. Ja, kan je nagaan, dan wordt het nog leuker, hè? Ja, ik weet het. Ik weet dat Ganon niet de laatste is. Ik ben ook iedere keer te laat. Ja, het moment dat je denkt dat je schild er tegen kan houden, dat die vuurdingen en vleermuizen, maar... Hé, eindelijk één hit binnen van Ganon. Dit duurt lang. Hoe de fuck werkt de Ganon ook alweer? Oh ja, zeker... Je moet gewoon wachten. Jump slash. Of jump spin attack. Nee, je moet... Als je zijn trident weghaalt, dan kan je hem dashen. Anders kan je hem niet raken. Oh ja, dashen was het. Ja, je kan ook met spin attack proberen, maar... Dash is makkelijker. Ik heb nog maar één hartje. Deze jongen gaat het niet overleven. En dan is het gewoon een kwestie van de game opnieuw opstarten. Shit, net te laat. Alright, time to restart the game. Ja, nou. Laten we dan heel eerlijk zijn, tenzij... Ik zeg je eerlijk, voor Final Boss is deze echt pittig hoor. Ja, is hij ook. Shit, weer te laat. Het is ook zo kloot dat je hem niet op andere manier kan raken. Je moet gewoon maar wachten. Yep. Oké, dat was de derde hit. Ik denk nog één hit hierna, dan ben ik klaar met Ganon. Dan kan ik beginnen aan de dan laatste vorm. Dan hebben we het aan het jump en oogschieten. Ja. Oké, dat was Ganon. Lekker bezig, lekker bezig.
Nee, voor mij zie je daar nog één vorm. Ja, dit was makkelijk. Volgende vorm. Nu al. Prima. Ja. Nou, dan gaan we weer. Meeste health was ik kwijtgeraakt aan die springende blob. Mm-hmm. Zo. Oh, de spinnende blob, die soort van moldorm ding. Nee, de echte springende, ding. De eerste, dus echt fase 1. Dat slijm ding. Ik bedoel, ik ben nu al met ben nu al bij Aghanim. Ik bedoel, fuck Aghanim. Oh, ga je me niet gunnen, vriend? Ja, ik ben bezig met die laatste wat je met zijn armen zwaait. Ik ben bone arrow. Die is fucked up. Nee, ik heb hem verslagen, ik ben klaar. Oh ja, GG. Letterlijk een GG. Ja. Zo. Blij? Ja. Op zich. Dat ik nog wat dingen daarvan heb kunnen onthouden. Daar ben ik op zich blij mee. Kijk, ik maakte genoeg fouten in deze race, maar op ja, zich. Maar ja, prima. Was nog beter dan mij. Mm. Zo. Maar. Ja, deze kan je op zich ook alweer plaatsen onder een race die jij en ik op zich wel vaker zouden kunnen doen qua kennis. Ja, als je deze game gewoon kent, dan is het niet zo moeilijk. Nee. Dan is het meer zo van, je hebt één fout gemaakt, oké, je bent fucked voor de rest van de race. Nou, vooral dat had ik vooral met het godverdomme. Mm-hmm. Met dat stupid gedoe aan het, op het einde, jezus. Ja. Dan voel je je dom, jongen. Mm-hmm. Het blijft wel de mooiste Zelda wanneer het gaat om... Ja, eigenlijk alles was een droom. Want op zich alles was gehighlight hiervan, hè? Ja, klopt. Dus ja, in dat op zich was wel mooi. Ja, dat op zich is echt toegeven, wanneer het gaat om 2D, 3D Zelda's... Want deze... Ja. Kan je hem puur 2D noemen? Tuurlijk. Ja. Ja, Link Between Worlds is echt apart, hè. Dat is echt 2.5. Klopt. Ja, oké. Okay, dat is, vind ik nog steeds Link Between Worlds iets leuker. Is het ook. Dit is echt meer zo'n Zelda die je oppakt en in een weekendje uit hebt gespeeld. Ken en klaar. Ik heb nog maar 3 hartjes. Goed bezig. Word je ergens weet, ik had 2 fairies in de bottles nog. En ja. Ik had nog die levenszalf. Dus als ik dood zou gaan, zou ik nog gerevived worden. Oh, lekker. Dat kwam ook puur en alleen omdat je dat in de laatste paar dungeons gewoon alleen maar krijgt in chests. Ja. Dus ja. Kijk, ik heb 1 hartje voor de final fucking form. Dat ga ik never ever overleven. Springen wanneer de armen bijna bij elkaar komen, dat is de beste tip. Ja, dood. Oké, laat me zitten. Jordi, GG. GG. Oh. Nee, dat is wel een goede zal ik even dit. Mm-hmm. Niks mis mee. Ik zal alleen deze niet aanraden om mee te beginnen. Huh? Ik zal alleen deze niet echt aanraden om mee te beginnen. Als Zelda. Want ik vind hem iets... voor sommige dingen vind ik hem iets te ingewikkeld als Zelda. Oké. Okay. Je hebt heel veel van die muren die je om moet blazen met bommen. Hmm. En als je dat niet weet of dat niet in de gaten hebt, dan kan deze Zelda game best moeilijk zijn. Nou, kijk maar hoe erg ik aan het kutten ben weer. Ja. Aan het einde. Maar volgens mij had ik in mijn originele playthrough ook gewoon 3 elfjes bij me. Want anders had ik het niet. Mm-hmm. Ja, ik doe natuurlijk extra damage. That's the difference. Maar... Ja. Nee, ik vond het wel een mooie korte race. Dat is het ook.
Het is, het is lekker kort, maar het is gewoon enjoyable. Mm. Dat is het gewoon. En nu is het wachten op wanneer wij de volgende Zelda game krijgen. Please, please pick and give me Wind Waker HD. Ja, gewoon Wind Waker en Twilight. Or both. Ja. Ik zou er een moord voor doen. Echt. En als ze zeggen popularity poll, je krijgt maar één van de twee. Dan wordt het hopelijk TP. Ja. Want niks tegen Wind Waker, maar ik vind Twilight Princess iets... lijkt me iets leuker op de Switch te spelen dan Wind Waker. Ook vanuit kijken dat Wind Waker heel veel dingen vanuit de mod community al heeft op de emu's. Yep. Dus Wind Waker krijgt op veel meer aandacht dan TP. Yep. What the fuck? Oké. Okay. Had je verder nog iets? Want mijn credits lopen. En voor de rest zijn deze credits nee, ik vind het een epische game. Ik hou ervan. Ik hou gewoon van de... Ik ben gewoon heel blij dat deze game een remake heb gehad. Mm-hmm. Hij verdienen het wel. Kijk, de Oracle games verdienen het ook meer dan genoeg. Die zijn... Ja. Die mogen ook wel wat aandacht krijgen, ja. Ja, de Oracle zeker. Helemaal de derde cutgame. Dat zou voor jou denk ik een insta-buy zijn als jij de Oracle... Zolang ze niet asshole zijn en full price doen, want dat zijn ze echt niet waard. Nou, dat gaat dus wel gebeuren. Nou, dan denk ik dat het gewoon gecombineerd wordt. Ja, dan moet, als het een double pack is en dan voor 60, oké. Okay. Dan wil ik het misschien nog doen. Maar als het 60 per is, nee, echt niet. Nee, mooi. Dat is het ook. En daarnaast, heel veel dingen is gewoon copy en paste van deze game, hè? Yep. Façade kan je gewoon copy-pasten. Eagle niet, Inferno niet. Er zijn een paar onderdelen van deze game die je gewoon opnieuw kan kopiëren. Heel veel van de enemies kan je gewoon opnieuw doen. Alleen sommige items zijn wat anders. Ja, precies. Je hebt geen Magic Rod, je hebt een Oracle of Seasons. Ja, of precies. Nee, Rod of Seasons, dat was hem. Rod of Seasons? Ja. Oké. Okay. Gresso zegt mij niks. Jij wel? Gresso, dat zijn de makers van onder meer OT 3D, Mario's Mask 3D. Dat is echt meer daar ding van. Oké. Okay. Wist je dat niet? Nee. Oh, nou ja, dan weet je het nu. Dan weet ik het nu. Oké, okay, twee devs in deze race. Dus twee game-overs. Dus ik op zich aardig. Maar mensen, bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Laat eens. Later.